leest teksten, die kijkt liever naar een videootje. Dus we hebben voor de 4 technologietrends hebben steeds een kort filmpje tussen de thema's door. Die komen ook online te staan en dan kunt u even kort geïntroduceerd worden in het thema. Dus we beginnen met het ICT-fundament. Datagedreven onderwijs met learning analytics, adaptief digitaal leermateriaal, persoonlijke leeromgevingen en slimme sensoren. Allerlei nieuwe ICT-toepassingen die in de komende jaren op ons af zullen komen. Maar voor deze toepassingen is wel een stabiele basis nodig. Dit noemen we het ICT-fundament. Als dit niet op orde is, kun je proberen te innoveren, maar ben je gedoemd bezig te zijn met operationele, praktische problemen. Zoals bijvoorbeeld haperende netwerkverbindingen of weigerende apparatuur. Het belangrijkste onderdeel van dit ICT-fundament is cloud computing. Daardoor kunnen nieuwe toepassingen dezelfde dag door iedereen wereldwijd uitgeprobeerd worden. Als het ICT-fundament op orde is, wordt de drempel om te innoveren binnen een school flink verlaagd. Zo, het ICT-fundament. Je zult denken, waar ken ik die kerel van? Ja, dat was Michael natuurlijk, ja. Okay. Dus we hebben steeds een kennisnetmedewerker die dan zo'n boodschap inspreekt met wat beelden daarachter. Het ICT-fundament, ja, dat klinkt een beetje abstract. Zullen we even heel kort door de bocht zeggen, tablets in de cloud. Hè? Dus je hebt een device, dus een laptop of een iPad of een telefoon. En de diensten staan ergens op internet, dat is de cloud. Of je nou van Google is, van Apple of Microsoft of de NSA, dat maakt niet uit. Je kunt er overal bij. Dat doet nogal wat in het onderwijs. We zijn daarom blij dat we een school hebben die daar redelijk ver in voorloopt. De Droomspiegel, dat is een katholieke basisschool in Almere. En we hebben de directeur en adjunct-directeur daarvan. Dus dames en heren, maak een hartelijk applaus voor Joost de Bruin en Christian van den Berg. Christian van den Berg, jij bent de adjunct-directeur van die school, ja, maar je bent ook projectleider van een groot ICT-project van verschillende scholen in jullie omgeving. Ja, hè? Klopt. Onze school De Droomspiegel is een van de 27 scholen van onze stichting. En ja. Voor die stichting ben ik ook projectleider onderwijsinnovatie. En proberen wij met elkaar te kijken van hoe kunnen we ICT op een hoger plan trekken voor alle aangesloten scholen. Oké, meerdere scholen die samen... Joost, jij bent de baas van de school, de directeur. Nou, we zijn geen baas, hè? We zijn geen leidinggevende. Heel leidinggevende of schoolbestuurder, hoe noemen we dat? Schoolleider. Schoolleider. Baas, een hond heeft een baas. Okay. Nou, ik heb begrepen dat jullie school heeft eigenlijk voor iedereen tablets in de cloud. Verklaar, hoe werkt dat? Nou, niet voor iedereen. Wat de misvatting vaak in het onderwijs is, dat je ICT de school injast met materiaal. Eigenlijk gaat het veel beter en belangrijk is de visie, zoals het fundament eigenlijk net is weergegeven. Dat je nadenkt over hoe kan de leerling het beste tot leren komen. En dat is niet een middel om dan ICT naar binnen te halen, maar juist te kijken hoe kan ik onderwijs anders transformeren en efficiënter maken. En dus niet de bedoeling om ieder kind bij voorbaat al een iPad te geven of een andere tablet, maar juist na te denken hoe kan het onderwijs beter. Maar even getalsmatig, hoeveel hebben er wel? We hebben bijvoorbeeld bepaalde groepen 1 of 2 met mini-iPads, maar sommige groepen hebben ook laptops. Ja. Dus dat is eigenlijk, je kijkt per kind wat werkt het beste. Ja. Daar gaat het eigenlijk om, dat je eerst nadenkt over de visie. Maar hoe voorkom je dan dat ze niet de hele tijd gaan zitten Facebook en Twitter en al dat soort dingen? Dat je gewoon goed kijkt binnen het curriculum van wat voor een aanbod ga je neerleggen. Wij kijken heel erg goed van oké, wat kan je kinderen vanuit de methode aanbieden? Het is niet zo dat wij alles maar doelloos doen. Wij kijken heel goed hoe kun je ICT betekenisvol inzetten. En wat betekent dat dan voor die leerkracht in die groep? En hoe ga je dat aan leerlingen overbrengen? Ja. Oké. Nou, en een van de belangrijke keuzes die je dan maakt, zeg maar even heel kort en bot zeggen, Apple, Microsoft, Google of een vierde? Wat gebruiken jullie? Bij ons op school zijn we begonnen een aantal jaren geleden met Microsoft. En we zijn eigenlijk nu meer overgegaan op het gebruik van Apple. Omdat ik vind op dit moment dat toch wel de tablets zijn die het beste werken voor het onderwijs. Ja. Ook waar het meeste onderwijskundige apps voor zijn. Maar wij zijn daarnaast met een platform onafhankelijk omgeving bezig. In Microsoft's omgeving Office 365. En dat maakt het mogelijk om ook op de iPad of op een ander device gewoon tot een online leeromgeving te komen. Oh, dus niet dat elkaar in de weg zit? Nee. Of zo. Want zo zijn ze wel, of zo waren ze vooral. Hè? Nee, ze komen elkaar toch langzamerhand gelukkig wel tegemoet. Okay, want ze zien toch wel in dat samenwerkingen toch best wel kan. Zo redeneren wij het ook, hè, vanuit het kind en niet vanuit het materiaal. Dat is echt een foutieve gedachte die heel veel momenteel in de hype, zoals net al aangegeven, terugkomt.
nadenken over je eigen proces eigenlijk het belangrijkste. En dan gebruik je alle middelen die je voor handen hebt. En het voordeel van Microsoft is dat ze vaak dingen gratis aanbieden in de cloud bijvoorbeeld, waardoor je makkelijker die toepassing kunt Google gebruiken. Is ook gratis. Google Drive met documenten. Ja, wij vinden het als stichting toch belangrijk. Waar staat je data? Wie heeft daar toegang toe? Dus de betreffende data van onze stichting zal straks ook op een plek staan waar wij weten van oké, waar bevindt zich dat? Oké, want dat is een beetje het lastige van cloud. Hè? Het staat overal en nergens. Misschien kent u dat verhaal wel. Amazon die gaf allerlei servers, waarschijnlijk kon je daar opzetten. Maar dan staat het in Amerika. En dan zit er een zeven meter. Ja, nee. Dat, dus die data voor jullie is wel cloud, maar het staat fysiek? Het is een combinatie. Een deel van data staat in een private cloud omgeving. Mm-hmm. En een deel zou gewoon in de online variant staan van Office 365. Dus een soort combinatie. Ja. Dus een server bij Microsoft en een server gewoon bij de lokale ICT-beheerder, om het zo te zeggen. Ja, want over die ICT-beheerder, kijk, bedoel, ja, we zijn een beetje dezelfde leeftijd, hè? We zijn een beetje opgevoed met je begon met zo'n gammel DOS-bak, weet je, of weet ik het wat allemaal. Ja, toen kregen we Windows. Nou, echt traumatisch natuurlijk, en dat alle dingen vastlopen, het is allemaal niet compatible. Nou, toen kwam Apple, dat ging allemaal een stuk sneller, maar een stuk duurder, en als je wat inzet, krijg je nooit meer wat uit. Ja. Toen ineens kwam uit de hemel nedergedaald Google. Nou, die drie praten niet met elkaar, maar dat is waar de ICT-beheerder vroeger mee te maken had. Hè. Die moest dan steeds updates, de nieuwe programma's installeren. Dat hoeft allemaal niet meer. Wat doet die ICT-coördinator nu nog? Deelt je alleen maar wachtwoorden uit? Nou, beheer is op zich nog steeds nodig. Alleen de rol van het beheer gaat veranderen. Je ziet toch dat de ICT-beheerder bij ons op school, en dat is een bovenschoolse organisatie die dat voor al onze scholen doet, die gaat nu de verschuiving maken naar cloudbeheer en het beheer van tablets. Dus je ziet eigenlijk de rol van het beheer verschuiven naar vanaf de fysieke machine meer richting het beheren van tablets. Ja. Kan diezelfde man of vrouw dat nog steeds, of moet je gewoon nieuwe mensen daarvoor hebben? Met name is het belangrijk dat ze zich bijscholen, dat ze meegaan in de vraagarticulatie van de school en daar hun dienstverlening op afstemmen. Ja. En dat merk je dus wel, dat dat ook bij de PABO's moet landen, dat er toch meer kennis, ook op het gebied van omgaan met ICT. De PABO's die zijn niet zo tech-minded, heb ik begrepen. Die zijn toch te veel nog met het krijt in de hand bezig om te zeggen, bordschrift leren. Niet allemaal hoor. Terwijl je toch langzamerhand wel verschuivingen ziet ontstaan, maar ik denk dat er wel een enorme kans ligt bij hogescholen, bij PABO's, om gewoon aan die handelingsverlegenheid van het onderwijs te voldoen. Dat je echt leerkrachten echt meeneemt in die vernieuwing en ook middels co-makers tussen de basisschool en de PABO ervoor zorgt dat je die kennis naar elkaar toe brengt. Ja. Maar je hebt natuurlijk die kinderen, zal het van worst wezen, die hebben gewoon een tablet van thuis. Die komen op school, hè, hip heet dat, bring your own device. Hoe zijn we daar tegenover? Moeten die spullen echt van school zijn en door school beheerd worden? Of kan een leerling ook gewoon met zijn eigen spul komen? Of die zegt van, nou, ik doe alles op Linux, doe. Nee, in principe, tot nu toe hebben wij ervoor gekozen, en ook om ieder kind het recht op dezelfde middelen te geven, dat we zeggen, we faciliteren vanuit school dit verhaal. Wat we wel hebben, het idee is, je hebt een draadloos netwerk. Je hebt straks één uniform platform in Office 365 waar een kind zich in aanmeldt. Dat je één centrale omgeving hebt. En dan maakt het niet uit of je apparaat A of apparaat B hebt. Je kan toch op die omgeving komen. Dus randvoorwaardelijk is wel dat je ecosysteem wat je binnen je school gebruikt, dat uniform is en dat het ook gewoon werkt. Ja. En dan maakt het op den duur niet uit of je het een of het andere apparaat gaat gebruiken. Het gebeurt op dit moment al kleinschalig. Maar dan heb je Windows weer. Vroeger was het altijd zo. En als je er eenmaal in zat, kwam je er ook nooit meer uit. Je moet een nieuwe versie. En als je dan zegt omgeving of ecologie, klinkt allemaal heel mooi. Maar je hebt al je data wel in een systeem staan. Stel, je vindt er niks meer aan. Kun je dan de handel oppakken en een nieuw systeem nemen? Ja, we hebben gelukkig gekozen voor het beheer door een professionele organisatie. Die doet dat ook op stichtingsniveau. Uh-huh. Want de school alleen kun je dat ook niet bekostigen. En ook mijn stichting heeft gezegd, onze stichting, van goh, wij vinden het belangrijk om voor alle scholen te zorgen dat je een platform hebt waarmee je in opmaat door kan groeien naar een omgeving waar kinderen op een nieuwe manier kunnen leren. Maar kost het niet verschrikkelijk veel geld? Het kost wel wat geld, maar omdat we dat samen doen met een onderwijsbureau, onderwijsbureau Meppel, mijn stichting, willen we zorgen dat andere besturen daarop aansluiten, zodat je de kosten laag kan houden. Dus niet dat je zegt, ieder bestuur gaat het voor zich doen. We zijn ook echt aan het zoeken naar die verbinding tussen andere partijen. En nog gezamenlijk inkopen, dat je een beetje vuist kan maken. Ja. Ook, maar ook verandering van het hele onderwijssysteem. Dus niet alleen maar boeken en computers, maar een wisseling van het materiaal. Ja. Dus eigenlijk eerst aan de voorkant weer nadenken, wat is het beste device voor de leerling? En soms, ik hoor de beroemde mede-Maurice de Hond zei bijvoorbeeld, een boek is ook een device. Dus zo kun je ook bekijken. Dus het gaat er met name om wat is het beste voor het kind op dat moment. Hebben jullie nog wel boeken of helemaal niet meer? Ja, hebben we nog wel. Ja. Toevallig net een hele nieuwe bibliotheek uitgerold op school. Ja. Want we zijn een vrij nieuwe school. Belangrijk. Dus een boek zal altijd ook bestaan blijven. De geur van een boek, dat heeft ook iets. Maar
Een tablet hoort er ook bij. En een iBooks ook. Dus, Nou, vind ik ook. Goed, nou, ik ben heel benieuwd welke kant het op gaat met jullie school. Jullie lopen voor. Er zullen nu scholen thuis denken van... We moeten van alles doen. Er zullen ook scholen zijn die denken van... We zijn veel verder. Nou, reageer allemaal op de trends. Want we zijn benieuwd welke kant het op gaat. In ieder geval een hartelijk applaus. John de Bruin. Joost de Bruin. Oh, Joost de Bruin, sorry. Hey, dankjewel. Dankjewel.